Goedenavond beste kijkers, welkom bij het Haarjournaal. Een methode om chronische wonden te behandelen. In Zwitserland is een methode ontwikkeld om chronische wonden te behandelen met huidvervangend materiaal dat geproduceerd wordt uit hoofdhaar. In plaats van een behandeling met een dure en tijdrovende transplantatie van eigen huid. Na 6 maanden zijn ze zelf beter. Nu gaan we over naar Leentje. De magazine Beauty Plus heeft ruim 500 vrouwen onderzocht welke uiterlijke tekens hun het meeste bang maakt. Op 1 staat dunner haar of kale plekken, op 2 staat doorhangende oogleden en op nummer 3 staat toenemende beharing. Om die te voorkomen kunt u in de supermarkt middelen kopen. En nu gaan we over naar Johan. Dit exemplaar van de rivierschildpad uit de Marie-rivier in Australië werd de afgelopen week gefotografeerd door Chris van Wijk. Het is een van de weinige in zijn soort. Het dier dat zo'n 30 centimeter lang is, dankt zijn punkkapsel aan algen die op zijn oor beginnen te groeien. Het ene blauwe oog heeft hij van nature. Nu gaan we over naar Joyce de Bruyne. Een 11-jarige jongen die aan het weerwolfsyndroom leidt, is op zoek naar een behandeling voor zijn behaarde gezicht. Hij is de pesterijen van zijn leeftijdsgenoten beu en hoopt dat er snel een behandeling komt voor het syndroom. En we sluiten het journaal af met Jaël. Paren met hippe kapsels zijn populair op het internet. In Australië worden foto's van paren met gestijlde kapsels op internet geplaatst. Duizenden hebben de site van Julian Frankenstein al bezocht. De fotograaf kwam op het idee te experimenteren met paardenmanen. Het kostte ongeveer 4 uur om elk paard mooi te maken. Het was een beetje strijden, maar de paarden genoten ervan. Dit was het Haarjournaal, nog een prettige avond. Goedenavond beste kijkers. Vandaar, ik weet het niet meer. In Zwitserland is er een methode ontwikkeld om chronische wonden te... Wat? Zijn! Moet je al beginnen? Nee. Is aan het filmen? Ja. Je begint dan terug op de supermarkt middelen kopen. Oh, en nu gaan we over naar jou. Het is een van de weinigen in zijn soort. Sorry. Tijdsgenote beu en hoop snel... Ah, nee. Een prettige avond. Ja. Dat vond ik. Dit was het nieuws. Dit was het haarnieuws van vandaag. Ach, het haarnieuws? Dit was het haarnieuws en nog een fijne avond. In Australië worden foto's van paarden met gestylede kapsels op internet geplaatst. Het was opnieuw. Gestyled. We hebben de site van Julian Frankenstein. Al bezorgd. Help niet. Allee. Nu wel. Oké. Paren met hippe kapsels zijn populair op het internet. En er is dat... Oké. Ik ga nog allemaal mogen knippen in dit stuk. Oké. dit was het Haarjournaal. Nieuws. Leentje. Allee. Dit was het Haarjournaal, nog een prettige avond. Opnieuw met prettige avond. Prettige! 3, 2, 1. Dit was het Haarjournaal, nog een prettige avond. En nog één keer, 3. Dit was...